naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, oftewel Yeshua HaMashiach. Ik groet u met de woorden die ook hij gebruikt zou hebben als hij zijn vrienden tegengekomen was. Shalom Haverim. Vrede zij met uw vrienden. Shalom is een diepe, innerlijke, goddelijke vrede die je alleen van de Heer kan krijgen. Als iemand u dan begroet met shalom, betekent het ook gewoon een groet, maar tegelijkertijd is het een zegen. Een zegen. De persoon wenst u het allerbeste toe. Niet gewoon vrede, maar alles dat goed is. Vandaag wil ik ingaan op enkele actuele zaken in Israël. Ik wil vooral ingaan op zaken die zich in Jeruzalem hebben voorgedaan de afgelopen tijden. En die toch wel heel erg spannend zijn. We merken dat Jeruzalem, zoals het in de Bijbel staat, een steen des aanstoots is voor de volkeren. Altijd als het in Jeruzalem onrustig is, is de hele wereld in rep en roer. Ga maar na in hoeveel hoofdsteden van de wereld er dingen gebeuren. En natuurlijk zijn er een paar bekende hoofdsteden of bekende steden, zoals New York, Washington en Parijs. Dus als er daar dingen gebeuren, dan zijn we ook wel ineens wakker. En toch is het niet zo als in Jeruzalem. Maar het is ook heel opvallend hoe iedereen dan zich ermee gaat bemoeien. En daarom hebben we ook in een vorig programma gezien dat men Jeruzalem zag als het centrum van de aarde. En daar is er ook een schilderij van. En in principe is het ook zo. In Gods plan is Jeruzalem de meest centrale stad op aarde. Want alles in het Bijbelse profetisch woord is gericht uiteindelijk op Jeruzalem. We lezen ook over het nieuwe Jeruzalem. Dat heeft een diepe achtergrond. Het nieuwe Jeruzalem dat zal komen. We lezen over het vrederijk waarvan Jeruzalem zegt de hoofdstad zal zijn. We lezen in de Bijbel over de stad van de grote koning. We weten wie de grote koning is. Dat is de Messias. Jezus Christus, wanneer hij terugkomt, dat hij zijn koninkrijk kan vestigen. Wij lezen in het nieuws over Jeruzalem, zodra er maar even iets gebeurt. En jammer genoeg wordt er eenzijdig nieuws geleverd. Eerlijk is eerlijk, ik heb de nieuwsberichten gevolgd van een paar grote, wat we noemen mainstream nieuwskanalen. En er zit een bewuste actie achter om alweer Israël en het Joodse volk te bekladden. Want heel groot stond er geschreven, Israël valt Gaza aan. En dan zag ik heel klein geschreven, nadat Hamas raketten had afgevuurd. Waarom staat er niet, Hamas valt Israël aan? En dan staat er klein en Israël heeft gereageerd. Nee, het staat met hele grote letters. Israël heeft Gaza gebombardeerd. In ieder geval, we zijn het gewend. Deze zaken rondom Israël doen zich al eeuwen voor. Ja, ik heb ook al verteld aan u dat Israël steeds weer beklad wordt. En niet dat Israël geen fouten maakt. Dat wil ik ook aan u zeggen. Niet dat Israël plotseling een volk is dat uit de hemel is komen vallen. Hoewel ze wel, dat wel moeten zijn van God. Want dat is het verbond. Niet uit de hemel komen vallen, maar ze zijn gecreëerd door God om een licht in de wereld te zijn. En ik kan u zeggen, er gebeuren zoveel goede dingen in Israël. Er wordt zoveel gedaan. En wat men vaak zelfs niet laat zien, is dat er best ook wel vredige
Israëlische burgers zijn die in vrede leven met Arabische burgers in het land, die wij Palestijnen noemen. Dus het is wel jammer dat de pers alleen maar focust op de verschrikkingen in het land. Israël is namelijk ook het land waar de beste ziekenhuizen zijn van het Midden-Oosten. En mensen uit Gaza, die toch wel, van waaruit er zoveel raketten worden afgevuurd op Israël, die worden heel vaak behandeld in het Joodse deel van Israël, om het zo te zeggen. Nou, daar hoor je weinig over. En zo kan ik doorgaan. Maar er is iets aan de hand. En we hebben de laatste tijden gezien dat er extra veel geweld is en veel protesten zijn. En ik ga nou niet een hele uiteenzetting geven van hoe deze protesten zijn gekomen. Ik kan heel kort zijn. Er is een wet ooit aangenomen dat een bepaald gedeelte van Oost-Jeruzalem bewoond zou worden door Joodse burgers. En om uitvoering te geven aan die wet na een heleboel rechtszaken, het is niet vanuit de regering gekomen, maar vanuit de rechter, is besloten dat een aantal families, een paar gezinnen van Arabische afkomst, dat gedeelte van de stad moesten verlaten en naar een ander deel verhuisd zouden worden. Begrijpelijk dat dat de gemoederen heeft verhit in Oost-Jeruzalem. En we kunnen allerlei discussies daarover gaan voeren, maar feit is wel dat zulke dingen leiden tot irritatie en frustratie. Maar de verschrikkelijke protesten die u ziet op tv en de vreselijke heisa die eromheen gemaakt wordt, dat is niet door de boze Arabische burgers die boos zijn omdat een paar families moeten verhuizen. Dat is een bewust opgezette agressie naar Israël toe. Men maakt misbruik van de gelegenheid. En dat gebeurt door organisaties zoals Hamas. En op de achtergrond, je hebt ook de Fatah. En op de verre achtergrond, daar is Iran bezig. En dat betekent dat ook Hezbollah er voorlopig stil bij is, maar als het ware de messen slijpt om ook iets te gaan doen tegen Israël. En het is eigenlijk het oude liedje weer. Het Joodse volk wordt weer belaagd. Er wordt weer brand gesticht. Men stuurt ballonnen met vuur om goede aanplanten van graan, overigens graan dat ook vaak gaat naar de, wat we noemen de Palestijnse gebieden, om daar brand te stichten. Het is niet mooi. In het verleden, tot het recent verleden nog, zijn er vaker raketten afgevuurd vanuit Gaza richting Zuid-Israël. En deze raketten kwamen dan in de buurt terecht of terecht in de steden Ashkelon of Asdod of Sderot. En dat zijn we gewend. Maar er is een duidelijke escalatie. Hamas heeft ervoor gekozen om meer dan ooit tevoren raketten te lanceren die gaan richting Jeruzalem en Tel Aviv. En het zijn niet weinig raketten. Het zijn honderden raketten geweest op één dag. En daarmee wilden ze laten zien dat ze een record hebben verbroken. Tegelijkertijd is er grote onrust in wijken en in steden. En dat is heel alarmerend. Het grote verschil met vroegere acties van de afgelopen jaren in ieder geval, is dat Jeruzalem vooral onrust heeft. En Jeruzalem is nogmaals Bijbels, profetisch gezien, een stad van grote aanstoot voor de volkeren. En niet voor niks zegt Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. Omdat die vrede een dag zal komen met de komst van de Messias. Maar tot dan zal het onrustig zijn. En u moet één ding weten, profetie wordt
werkelijkheid in de dingen die we deze dagen zien gebeuren. En de onrust in Jeruzalem, zodra u dat merkt als gelovige, gaat u op uw knieën en bidt u. Want onrust in Israël, laat mij even duidelijk zijn, want we organiseren reizen naar Israël en mensen denken dat Israël een oorlogsgebied is. Niets is minder waar. 99% van het land is rustig. Ja? Misschien nu iets minder dan 99%. Er gebeurt in principe op dit moment iets unieks, dat men in verschillende steden dus ook wat chaos ziet. Wat ook uniek is, of niet vaak voorkomt, is dat men zo bezig is in Jeruzalem. Er zijn wel vaker opstootjes in Jeruzalem, maar dit is iets meer dan een gewoon opstootje. En het neigt naar oorlog zelf. Oorlog met, vooral met Gaza. En ik kan u zeggen, het Israëlische leger is zo machtig, dat ze Gaza in één keer zouden kunnen verslaan. Maar men is verantwoord bezig en weet dat er in Gaza veel burgers wonen. En wat doet Hamas? Zij zetten de burgers, onder andere kinderen, als menselijk schild, zodat Israël niet makkelijk kan aanvallen. Op hoge gebouwen zet men raketlanceerders en uiteindelijk is het Israëlische volk in gevaar. En elk land heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Dus Israël die gaat erop af om die raketlanceerders eigenlijk in één keer stuk te maken. In grote gebouwen, hoge gebouwen, plaatst Hamas wapendepots, wapenarsenalen. En dat moet vernietigd worden. Want Hamas is niets anders dan een terreurorganisatie. Als je voor bevrijding gaat of wil onderhandelen, dan doe je dat. Maar Hamas heeft een motto dat er niet onderhandeld wordt met Israël. Omdat zij Israël in principe niet erkennen. En hun motto is, ja, en dat is ook van Hezbollah het geval. Israël moet weg. Ja, de Joodse staat moet compleet verdreven worden. En ze zeggen heel vaak, men gaat hen verdrijven tot de zee in. De omliggende landen worden, daar worden de moslimbroeders van de Palestijnse burgers, de Arabische burgers van Israël, worden opgehitst. Onder andere door de Iraanse autoriteiten die zeggen, het is een eer als je Israël aanvalt. Ja, het is een opdracht. Nou, als iemand dat verkondigt tegenover een ander land, dan hoor je meteen de VN, je hoort met één organisaties. Vreemd genoeg, het is oorverdovend stil. Ik hoor heel weinig vanuit andere landen dat er geprotesteerd wordt tegen dergelijke uitspraken en de handelingen die we zien gebeuren deze dagen. Geliefde broeders en zusters, laten we blijven bidden. En houdt u de zaken in Jeruzalem vooral in de gaten, want ze zijn tekenen van de tijd. Wanneer onze Heer Jezus Christus praat, wanneer de profeten praten over de tekenen, praten over de gebeurtenissen van de eindtijd, dan gaat het voornamelijk over Jeruzalem. Zij waren ook in Jeruzalem en ze hebben het over Jeruzalem. Ik kan u nog meer vertellen, maar belangrijk is, volgt u het nieuws? En volgt u het nieuws? Er zijn speciale kanalen. Ja, u zou mij kunnen appen op 8878363 als u nieuws wil hebben dat wat meer de waarheid laat zien. Uiteindelijk, niemand houdt van geweld en wij gelovigen in Jezus Christus willen het liefst geweldloosheid hebben. Dus onze taak is om vrede te verkondigen en voor vrede te bidden. U wordt gevraagd om te bidden voor Israël, Israël te zegenen en om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidt u ook voor de Palestijnen, de Arabische bevolking van Israël, ja, en van de Palestijnse gebieden zoals ze genoemd worden. Bidt u voor hen en bid dat ook de Heer aan hen zich mag openbaren, want dat brengt grote veranderingen. Als de mensen
Yeshua kennen verandert alles. Die ervaring hebben we ook uit Israël. Het gaat u goed. Shalom, shalom. Gods zegen.